Zuid-Limburg, waar Nederland zijn vlakke ingetogenheid verliest en als het ware begint te dansen. Zijn heuvellandschap heeft een opgetogen ritme. Zuid-Limburg, daar gaat Nederland het dichter bij de hemel zoeken. Maar daar juist ook heeft het zich diep ingegraven in de aarde. Zuid-Limburg, land van de mijnen. In het hart van het Limburgse mijngebied rijdt ergens de trein voorbij honderden meter stalen materiaal dat langs de spoorbaan ligt opgestapeld. De trein, meestal een goederentrein die stalen materiaal vervoert, arriveert dan spoedig in Spekholzerheide, waar bovengronds werkt voor ondergronds. Het materiaal wordt uitgeladen en gesorteerd. Dagelijks tientallen tonnen. Het is bestemd voor de NV IJzerwerk Hollander, waar men met staal omspringt alsof het papier is. Maar staal is staal en geen papier. De NV IJzerwerk Hollander doet ermee wat zij wil, maar dankzij haar machines. Dat deze zo spelenderwijs hun werk schijnen te verrichten, wijst op de enorme kracht die ze kunnen ontwikkelen, op hun enorm gestaald zijn. De NV IJzerwerk Hollander verwerkt staal met weergaloos gestaalde machines, met gestaalde mensen overigens niet minder. Het stalen materiaal, geknipt, pas klaargemaakt, wordt naar de ovens vervoerd. In de ovens heerst een hitte van 1000 tot 1200 graden. Van de oven uit gaat het wit gloeiend naar de wals. Als het enige bedrijf in zijn soort in Nederland, walst de NV IJzerwerk Hollander het stalen materiaal waaruit ze haar producten vormt, precies op de dikte door die producten vereist. Ze is dus niet aangewezen op precies uitgezocht materiaal dat zonder meer voor de producten waartoe zij het wil omvormen geschikt is. Zij maakt het zelf daarvoor geschikt, met haar walsen. Als de NV IJzerwerk Hollander ergens trots op is, dan is het op die walsen, waaronder het staal zich gedraagt als deeg onder een deegroller. Maar weer, wat een enorme kracht is daarvoor nodig. Hoe uiterst staalhard moeten die walsen zijn. De triowals, die het staal de vereiste dikte geeft. Staal is staal en geen papier, geen deeg. De walsers moeten elkaar afwisselen om het half uur. Wie het staal zich wil doen gedragen als papier of deeg, ook al beschikt hij over machtige machines, hij verdient waarlijk zijn brood in het zweet zijns aanschijns. Waartoe die wijzerplaat dient? Daarop leest men de afstand tussen de walsen af, waarop de machinist hen instelt, en de dikte welke de stalen plaat iedere keer dat zij door de walsen heen loopt krijgt, tot tenslotte de vereiste dikte is bereikt. Een stalen plaat van desnoods 40 mm kan in deze triowals uitgewalst worden tot op 2-3 kwart mm. Dit walsen vereist, om ernstige beschadiging aan de walsen te voorkomen, grote oplettendheid, zowel van machinist als van walsen. Het uitgewalste staal wordt geprofileerd tot producten waarvan de namen iemand die op en niet ook in de aarde leeft zonderling in de oren klinken. Verpakijzer. Wat is nu verpakijzer? Waarvoor dient het? Het is uiterst dun staal en dus ook uiterst licht staal. Maar de harmonica-vorm die het heeft, geeft het een grote weerstandskracht. Hoe licht het ook is, het kan een druk weerstaan van zeker wel 350 kilo. Dit kan u reeds een vermoeden geven van zijn toepassing. Een toepassing die blijkbaar wel op grote schaal plaatsvindt, gezien de hoeveelheden die afgeleverd worden.
Die walsen, waar de NV IJzerwerk Hollander terecht zo trots op is, moeten steeds weer worden bijgeslepen. Hun oppervlak moet, waar zij continu werken, eens in de week gecorrigeerd worden. Bij al hun enorme kracht, hun brute kracht zouden we bijna zeggen, zijn die walsen precisie-instrumenten. In die zin dat zij praktisch geen vervorming verdragen. Die geweldenaren zijn zeer kwetsbaar en vragen daarom een haast tedere verzorging. Als de trio-wals het staal tot een bepaalde dikte, deze duo-wals geeft er een bepaalde vorm aan. Hoekijzers. Weer zo'n product dat iemand die op en niet ook in de aarde leeft niet thuis kan brengen. Zij worden tot kokers gelast. Kokers voor galerijstijlen. Wat voor functie vervullen al die vreemde producten van de NV IJzerwerk Hollander? Zo'n bedrijf krijgt zelden veel aandacht. Dat is volkomen begrijpelijk. Het zorgt tenslotte alleen maar voor hulpmiddelen. Het is een bedrijf dat andere bedrijven veronderstelt. Het levert geen eindproduct af. Het is een schakel in een keten. Maar een keten is slechts zo sterk als haar zwakste schakel. De NV IJzerwerk Hollander zet er alles op een sterke schakel te zijn. Zij levert kokers af aan de kantelende wand. De richtmachine. Die het staal door niet minder dan 13 walsen heen doet lopen, waarbij het gericht wordt en op maat gesneden. En hier het profileren van het staal tot opbraakplaten. Een breed soort verpakijzer waarop bovendien nog stalen plaatjes worden gepuntlast, waaraan men die opbraakplaten kan ophangen. Puntlassen toch verbazingwekkend snel gaat. En hier hangen ze al, de opbraakplaten. Na voorverwarmd te zijn tot 200 graden, krijgen ze een teerbad. Men moet een opbraakplaat zijn om nu juist van een teerbad schoon te worden. De badmeester. Rustig voert hij de opbraakplaten hun teerbad tegemoet. Maar alles goed en wel. We willen nu toch echt wel eens precies weten waar het in dit bedrijf om gaat. Aha, daar arriveert iemand. Een meneer die het ons misschien komt vertellen. Nee,
Hij komt alleen een van de tekenaars van de NV IJzerwerk Hollander iets vertellen. Hij komt hem vertellen wat hij uit het staal voor een speciale kapschoen gemaakt wil hebben. Kapschoen, ja. Dat wil die meneer. Een speciale kapschoen uit staal. Daarvoor komt hij bij de NV IJzerwerk Hollander die zulke kapschoenen op maat levert. Er wordt een matrijs gemaakt die helemaal beantwoordt aan zijn verlangens. En dankzij die matrijs en de machines en niet te vergeten de mensen die het tenslotte doen, want over wat voor prachtige machines een bedrijf ook beschikt, de mensen doen het tenslotte, enfin, krijgt die meneer zijn speciale kapschoen, zijn kapschoen, op maat. En terwijl bij de NV IJzerwerk Hollander de productie doorgaat van verpakijzer, van strekijzers, van opbraakplaten, wordt die speciale kapschoen geprofileerd in 3 behandelingen, terwijl het staal voor die 3 behandelingen maar 1 keer de oven ingaat. Hoe gehoorzaam voegt het staal zich naar de wil van de producent? Wie dit ziet, kan overwegen dat als hij een man van staal is, dat nog niet zo heel veel behoeft te zeggen. Die overweging zou misschien meer mens kunnen maken. Maar dit is een documentaire van een NV IJzerwerk. Beugels van voorbouwbeugels worden geponst. Voorbouwbeugels worden geponst. In 1 keer 3 gaten door staal van ruim 1,5 centimeter dikte. Strekijzers. Dit zijn zogenaamde gootjes. Daar kan beton op worden geperst en dan worden zij een soort verpakijzer. Maar nu eindelijk, waarvoor al die vreemde producten? Opbraakplaten, verpakijzer, kapschoenen, strekijzers, voorbouwbeugels, kokers voor galerijstijlen. Juist, een koker. Er gaat een blok hout in ter wille van de veerkracht. Dan wordt de galerijstijl erin geschoven. Het geheel wordt verbonden met een zogenaamde bovenstijl. Noemt u het maar een dakbalk. Tussen de galerijstijlen worden met verbindingsbeugels strekijzers gezet. Zodat de stijlen, of ze willen of niet, pal moeten staan. En aan de bovenstijl, de dakbalk, wordt een voorbouwbeugel.